er een trampoline. Halve dagen zijn het, maar een uur op één omdat ik zaterdag niet heb. Is die jongens hier toch? Goedemorgen! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Team Park Kids op deze woensdagmorgen. Olly is al lekker wakker. Mama, ik heb nog nooit op deze pagina gekeken. Oeh, die is leuk. Kun je zelf gezichten inkleuren? Deze woensdagmorgen is Mike al aan het werk en ga ik ook zo aan het werk. En gaat Amy met jongens naar een trampolinepark. Een nieuw trampolinepark. Joepsie, boys. En hele goede morgen. Welkom in een nieuwe vlog van Team Park Kids. Vandaag zijn we in een ander trampoline. Normaal gesproken is dit een beetje een oud huis, maar het is eigenlijk nieuw. Dus we kijken wat we gaan beleven. Pepper.
jongens die zijn even lekker met Amy op pad. Die zijn als het goed is bij een soort jump dingetje. Lekker springen en een beetje energieloos en zo. Want het was van de week volgens mij een beetje tussen neus en lippen door op de vlog. Maar we zijn natuurlijk weer terug in Spanje. En zoals jullie weten heeft Mike paternity leave. Waarvan de eerste 6 weken verplicht opgenomen moeten worden vanuit de wet van Spanje. Dus dat betekent dat hij de eerste 6 weken na de bevalling... ja, eigenlijk thuis moet zijn. En omdat hij nog niet zo lang voor de werkgever werkt, was het onbetaald verlof. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk ons eigen werk, hiernaast ook nog onze eigen bedrijven. Dus op zich konden we dat prima opvangen. Maar naast die 6 verplichte weken kun je dus als vader ook nog 10 extra weken opnemen. En die mag je in principe zelf indelen. Mag achter 1, mag verdeeld worden door het jaar heen. Maar dat is in ons geval dus ook onbetaald. Omdat nou ja, Mike nog binnen zijn proefperiode zat toen Vianna werd geboren. Dus dan zit je niet bij Social Security, dat heet het geloof ik. Social nog wat. Een soort UWV zeg maar hier in Spanje. Dus ook die 10 weken als hij die zou opnemen, dan is dat onbetaald verlof. Nu is het zo dat het werk wat Mike doet hier ook... Nee, hij heeft gewoon een basissalaris, maar daarnaast ook op provisiebasis. Dus daarmee kun je natuurlijk wel redelijk, nou ja, een beetje, smokkelen wil ik het niet noemen, maar daarmee kun je redelijk goed puzzelen, zodat je toch doorbetaald krijgt eigenlijk, maar dan op provisiebasis tijdens die verlofweken. Dus wat heeft Mike nou gedaan? Hij is maandag naar de manager gegaan en hij heeft gezegd, joh, luister, ik heb nog 10 weken. Je bent niet verplicht om dat op te nemen, maar aangezien het natuurlijk wel gewoon fijn is om ook deels vanuit huis te werken, heeft Mike gezegd, joh, is het mogelijk dat ik dan halve dagen werk? Waarvan 2 op kantoor en 3 thuis. Nou, daar is dus akkoord mee gegaan. En dat betekent dus dat Mike 3 dagen per week vanuit huis werkt, op maandag, dinsdag, vrijdag in de ochtenden eigenlijk tot 2:30. En de dinsdag en de donderdag is hij naar kantoor in Torremolinos. En daar werkt hij dan die overige 2 dagen vanuit kantoor. En dat, ja, dat is eigenlijk wel super relaxed. Want dat betekent dat ik de ochtenden eigenlijk samen met Mike tegelijkertijd kan werken. En Amy heeft dan de kids onder de pannen. Nou is Vianna, die ligt daar in de kinderwagen lekker te slapen, wel gewoon bij ons. Als Amy echt op pad gaat en als wij echt vanuit huis werken, dan is Amy hier rondom het huis met de jongens en Vianna. En dat is gewoon super te combineren. En aangezien het halve dagen zijn dat Mike dus eigenlijk nu aan het opnemen is, betekent het dat hij geen 10 weken, maar 20 weken hier plezier van heeft. Dus eigenlijk bijna een half jaar lang werkt Mike 3 dagen vanuit huis en 2 dagen op kantoor. Halve dagen allemaal. En dat is gewoon de perfecte situatie. Want als de kinderen straks in september weer naar school gaan, dan gaat Amy ook weer verder op doorreis. En zit ik alleen natuurlijk eigenlijk met de 3 kids. Wat... nou ja, op zich natuurlijk geen probleem is. Maar het is wel heel leuk als papa er natuurlijk ook bij is. Dus ja, we hebben het zo kunnen regelen dat hij lekker 3 dagen in de week ook gewoon thuis is. En de kinderen die zijn om 2:30, 2:15 uit school. En Mike is om 2:30 klaar met werken. Dus het is gewoon echt een ideale combinatie. En daarbij geeft het ons ook gewoon echt meer ruimte om ook wat meer ook voor ons eigen bedrijf te doen. Want dat viel natuurlijk nu wel redelijk ook op mijn schouders. Zeker de laatste weken van de zwangerschap, wat ook niet altijd uitkwam, omdat ik natuurlijk ook de 2 jongens om me heen had en ik mezelf niet altijd fit genoeg voelde. Dus we kwamen wel een beetje in tijdsnood. Tijdgebrek eigenlijk, niet tijdnood, maar tijdgebrek hadden we echt. Maar dat is nu dus voor in ieder geval de komende 20 weken opgelost. En het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als het thuiswerken voortgezet kan worden. En als het dan hele dagen zijn, is het ook prima. Maar omdat Mike in de sales zit, kun je eigenlijk ook gewoon wel redelijk je eigen dagindeling bepalen. Stel dat hij al 2 verkopen heeft gedaan op een dag. Ja, dan kun je natuurlijk de rest van de dag ook wel werken. Maar dan kun je het de rest van de dag ook wel een beetje rustiger aandoen. Dus dat is gewoon echt de ideale situatie voor nu. En ik heb hierdoor ook gewoon mijn handen vrij om de ochtenden lekker wat te doen. Dus Vianna die ligt ook heerlijk in haar kinderwagen naast mij, naast mijn laptop te slapen. Die zit heerlijk bij me. We hebben natuurlijk geen box, dus zij gaat eigenlijk in de kinderwagen, ja, ligt ze lekker te slapen of ze ligt bij ons op de bank, op het verschoonkussen. En we gaan binnenkort ook even een boxkleed aanschaffen, dat als wij buiten zitten op het balkon, dat ze ook even lekker, ja, gewoon erbij kan zijn en zo. Dus dat is een beetje hoe onze dagindeling voor in ieder geval door de week eruit ziet. De komende 3 weken is de zwemschool op de zondag nog gesloten in verband met de zomerstop. Dus ook de weekenden zijn we redelijk flexibel dat we niet verplicht bepaalde tijden aanwezig moeten zijn achter onze laptop.
Dus het is echt een beetje zomervakantie ook voor de kinderen. Dat we met elkaar een beetje kunnen doorbrengen en wat leuke dingetjes kunnen inplannen. Dus dat is echt genieten. Echt genieten. En het zonnetje, ik merk echt vanaf het moment dat wij weer in Spanje zijn, dat het allemaal weer wat rustiger is. Want nou, het komt natuurlijk ook door het opleveren van de winkel en de spoedcursus die we draaiden. Maar ik ervaar er best wel veel stress in Nederland. Echt. Die dagen waren daar zo gevuld met van alles en nog wat. Natuurlijk hebben jullie op de vlogs eigenlijk alleen maar de leuke dingen gezien. Maar ik kan je best vertellen dat de afgelopen 2 weken echt super pittig waren. Omdat we gewoon echt vanaf het moment dat Vianne 's ochtends wakker is, 6:30... tot 1:00, omdat ik 's avonds de vlog nog aan het editen was, waren we eigenlijk non-stop bezig. Dus ik heb ook echt heel weinig slaap daar gehad. Super veel druk natuurlijk, omdat we de spoedcursus aan het draaien zijn. Klantcontact daarvoor doen. We moesten die hele winkel leeghalen en strippen en zorgen dat die netjes opgeleverd werd. Dus het was echt 2 weken non-stop knallen. En ik ben blij dat de winkel gewoon eigenlijk in 1 keer akkoord was. En dat wij het weekend dus lekker in Plopsa hebben kunnen doorbrengen. Want dat was echt een goede afsluiter voor ons van die 2 weken rush. Maar vanaf het moment dat we hier weer in Spanje zitten en weer lekker gewoon in ons eigen huis, merk ik gewoon gelijk ook weer het zonnetje. Dat het me vrolijker maakt en dat het wat rustiger is in het gezin. En ook in mezelf wat rustiger is. Vianne die vindt hier echt haar draai met slapen en met eten en zo. Dus alles valt nu eindelijk een beetje op zijn pootjes. Ja, dus dat is wel een goed ding. Ik ga nog even wat werken, want vanmiddag gaan we namelijk ook weer schoonspringen. Dus ik ga gauw weer aan de slag. Zie je de rondjes? Ja? Ja, heel goed. High five tegen de rondjes. Yes, heel goed. En nu met de voet? Nu hier met je handen? Met je handen? Hier. 2 handen. Goed. 3 keer goed. Handen. Ja. En weer doen. Dezelfde? Ja. Oké. Okay. Dat is allemaal kapot. Yes. Yes.
Allemaal kapot maken. Ik wel. Kunnen we een banaan pakken? Ja. Oh, de banaan kunnen we even buiten eten. Hier mag dat niet. Vond je het leuk? Springen? Welke vond je het allerleukste? De glijbaan. De glijbaan? Maar dat... De glijbaan deed het niet eens. Die ook heel leuk? Oh. Nee. Is Vianne met jou aan het praten? Hi Vianne. Ben je aan het kletsen met je broer? Ben je aan het kletsen met jouw grote broer? Oh? En wat ben je allemaal aan het vertellen? Ja? Is dat zo? Vertel het allemaal maar hoor. Wat een mooie verhaaltjes. Oh, kletskous. Jij bent echt een kletskousje. Ik ga eens even bij jouw broers kijken, want die gaan een slaapje doen. Want we hebben vanmiddag weer schoonspringen. Moeten ze wel een beetje fit zijn. Jij hebt wel lekker geslapen. En volgens mij ben jij nu heel hard aan het werk met iets anders. Of gaat het wel goed? Terwijl de kindjes even lekker op bed liggen en Vianne ook weer een slaagje aan het doen is, ga maar even wat arbeid in de tuin doen. Hoe is het zwembad? Ik heb een speeltje. Ja, het zwembad was in ieder geval helemaal groen toen wij aankwamen. En nu ligt er eigenlijk alleen nog maar zand op de bodem. En Mike is even de waarden aan het checken. En de tuin moet echt hoog, hoog nodig worden gespoten. Dat heb ik gisteren van de week al gedaan. Ja. Nou, ik ga het even afmaken. Oh ja. Dat is wel vies veld weer. Hij was vieser wel eens. Hmm. Maar hier komt hij nu ook allemaal uit. Hè? Ja. Ja, misschien even afspoelen met thuis wel. Hij ligt hier. Kregen. Ja, ik ga beneden even doen. Zeg maar een klein halfletje. En dan moeten we alweer door naar het schoonspringen. Ik was net eventjes de tuin dus aan het spuiten. En ik kom allemaal bomen tegen met echt al wel rijp, plukrijp fruit eigenlijk. Kijk, onze mango's. Die groeien echt als een malle. Dit is dan nog een kleintje, maar bijvoorbeeld deze. Moet je kijken hoe groot deze al wordt. Ze voelen nog wel zacht, dus ik durf nog niet te plukken. Ik denk dat deze... Nee, die gaat niet goed. Deze die gaat echt heel mooi. En hier ook een heel mooi trosje. Ja, dit is echt waanzinnig, jongens. Dan heb ik hier alle druiven. Hier moet ik echt even goed gaan uitzoeken wat we wel en niet kunnen eten. Want zoals je ziet zitten er ook een paar donkere tussen. Maar volgens mij is dit wel een... klaar trosje. Oh jongens, wat een mango's. Wat een hoop. Wat leuk. Dan zag ik hier verderop ook nog wat vijgen die al klaar zijn. Want we hebben hier natuurlijk onze mega vijgenboom. Maar zoals je ziet zijn die vijgen allemaal nog groen. Daar en daar. En de vijgenboom die ernaast staat. Kijk, die zijn allemaal al... Nou ja, ik denk misschien al wel te rijp. Dus ik ga ze even allemaal na. Kijken welke ik kan plukken. En welke er dan straks weg kunnen.
Want soms zitten er van die maden al in. Die zijn er al van aan het snoepen. Dus ik moet dat echt even goed checken. Oh ja, en... Dat is ook leuk. Daar kom ik nu dus achter. We hebben nog een fruitboom. En dat is deze perenboom. Ik dacht eerst, nou, hier zit niks in. Totdat ik deze jongens hier zag. Dus ook hier groeit weer van alles. Maar zoveel planten geven ook ontzettend veel troep. Want er liggen dus nu overal bladeren en fruitstukjes die... Oeh, een gekko. Kom eens zien. Oh, hij is al weg. Het was echt een super grote gekko. Nou goed, wat ik dus aan het zeggen was, is dat die fruitbomen superveel fruit laat vallen. En aangezien hier natuurlijk gewoon insecten rondlopen, mieren en dat soort toestanden. Wordt het hier een beetje een mierenboom? Kijk, hier ligt bijvoorbeeld fruit en hier ligt een stukje fruit. En daar komen ze allemaal op af. Dus we moeten echt eventjes gaan plukken en even gaan aanvegen hier, dat het een beetje georganiseerd is in ieder geval. Denk ik een half uurtje verder. En ik heb denk 2/3 van alleen die druiventak nog maar gedaan. Maar het is alweer tijd om naar het schoonspringen te gaan. Maar wat een werk dit. Hier allemaal scheuten die ik er van af heb gehaald. En hier de oogst waarvan ik denk, nou, dat ziet er wel goed uit. Dus die ga ik even afspoelen en dan gaan we even eentje proeven. Iemand een druif? Wauw, echt veel. Jij bent helemaal rood. Ja, ik ben net tomaat geworden. Helemaal rood en bezweet zitten we weer in de auto. En de kindjes zijn wakker. De 5 meter is de 2 na hoogste. Want we zijn weer onderweg naar het... zwembad! Schoonspringen in het zwembad! Ja! Ja! Ja. Voor mij de 2e keer. En Mike wil vandaag van de 7 meter springen. Nee, het ging erom. Jij gaat vandaag van de 5 meter. Toen zei ik, nou, als uitdaging doe ik dan de 7. Ja. Nou, ik wil eerst normaal van de 3 meter kunnen, want... Maar dan beginnen we daar. Heb je dat, oh ja, dat heb je gefilmd. Ja, ja, dan zie je het in de vlog. Ik moet de vlog nog maken. Gedaan? Ja, maar ik moet de vlog nu nog maken, dus ik wist het niet. Ja? 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 Nee, oh, ik ga eerst normaal van de 3 meter, want dat is best wel spannend. Het oefeningetje wat Emilio vorige keer deed, is springen over een buis, flexibeam, en dan in één keer doorspringen. Tik, tik, ja. Dus als we dat naar de 3 meter doen, dan is het gewoon tik. Maar dan ga je alsnog nadenken, geen stoppen. Ja, precies. En dan val ik voorover, plat op mijn buik. Dat gaat geheid echt een keer bij mij gebeuren. Dat ik denk, nee, ik ga toch niet springen, dat ik dan naar voren val. Maar je kunt nog steeds wisselen in de lucht, hè? Oh ja, maar gelijk een salto. Nou ja, we gaan even kijken hoe het gaat. Heb je een beetje geslapen, boys? Ik niet. Ik een beetje. En mama? Ja? Toen ik ging slapen, was ik iedere keer wakker. Oeh, nou ja. We zijn gewoon helemaal alleen in het zwembad, jongens. Ja. Hebben jullie dat gezien? Ja. De batterij is alleen bijna op. We hebben voor mij geen nieuwe batterij bij ons. De batterij. De SD-kaart is bijna. Ja. Hey, kom. Alicia. Oké, okay, waarom? Zo, ben je er klaar voor ons? Zie. Elliot, ben jij er klaar voor? Papa, we zijn niet de eerste die we hier zijn. Mm-hmm. Alicia is er ook, hè? Elliot, you know the position, good position? You know how you moet doen, how you're doing? Tenen. Kijk zo, El. Yeah, with your feet, like mama. Good. A little bit more. Here. Up. No, with your feet normally. Up there. Your down. So yeah, it's heel zwaar hoor, El. This up. Good. Don't move that. Start. Okay, go! Stop! Good. Stop!
je strong, puntas, fuerte, fuerte, sterk, fuerte. Oh, je benen sterk. Good. One, two, three. Floor, but this is a pass or this is a jump? I don't know. Nou, Floor gaat dus inmiddels van de 3 meter. Maar ook de leraar weet nou niet of ze nou springt of dat ze nou stapt. Mevrouw, wat vindt u zelf van? Nou, volgens mij was het een soort tikkeltje naar voren. Ja. En met 2 benen tegelijk, maar dat gaat helemaal niet. Nou, ga even doen nog een keer dat film met even. Kom. Ja, niet, een zekerheidsgevoel. Nee hoor, moet je even zitten. Hebben jullie wat te zijn? Ja. No, please. Ja, Oliver zie. Waar is Oliver? Ja. Dat is een hele hoop man. Nee, maar even op te kijken, hè, schat. Hey, deze tweede zijn veel kleiner. Oh, oh. Wat is er? Je gaat ook een beetje langzamer lopen jij, hè? Ja. Dat is wel mooi uitje hier. Oh, oh, oh. Elliot! Nee, dit is ook echt hoog genoeg. Ja, vrouw, dank je. No, no, no. Nou, aan mijn kassa. Alleen daar staan, je gaat niet springen, hè? Ja, dom, dom. Dan morgen. Ja. Hoi. Dat is ook echt. How do you ever jump for me? Eh? Hi. Hey. You are young? You are young? Alida. Holy crap. Ah! Oh, hij gaat ook.
Alicia? No, kom. Ja, die 10 meter is gewoon echt helemaal gek, joh. Maar die 7 gaat nog wel, hè? Ja. Maar nu kun je 5 makkelijk, want die heb je gezien. Nee, die hebben we nog niet gezien. Ik denk iets voor... Voor wie? Voor everybody. Als je omdraait, makkelijker lopen. Ja, nou, kom. Nee, ik ga niet. Nee, Floor, kom. Je moet eruit blijven, oké? Van Bali. Is the same team to 5 meters, 3 meter. Dit is allemaal mee. Is the same. The same. You can hear. Papaan, the move and go. Gewoon gaan. Daar. Ja, komt allemaal goed. Ik heb het goed. Waar is Helio? Aki. Oké. Oké. Go. Don't think it too much. Je moet echt niet denken. I already think too much. If you nou, gewoon gaan. Too much is bad for you. Go, go, go here. Go here. Kom hier. Pas. En together. And stop and don't move. Come on, ga. Come on. Nee, Floor, kom op. Ja, maar als je nu stopt, dan ga je nooit meer. Oké, okay, don't worry, hè. If you can today, can the next day. No. Pas. Ja, ik kan het echt niet. Don't extract. Het lukt gewoon niet. I told her, if you not go to the... Is the time over? If you want to jump, you have to jump right now. No. Okay. Oh, Floor. Go 3 meters, go 2-3 meters. Ik val me echt tegen dit, schat. Ja, oké, Floor. Daar. Oké, dit is goed. De laatste tijd. En je springen. De laatste tijd. Goed. De laatste tijd. Gaan we dan, de laatste jump. Can I go? Emilio, can I go 3? 3 meters, ja. La última. Ah, dit is wel spannend ineens. Met de camera is oké?